Ik ben Floor Oudshoorn. Ik ben werkzaam bij Stichting Nederland Monumentenland. En ik ben projectleider van de Open Monumenten Klassendag 2.0. Ik ben Patrick Tranteman, oprichter van Spacetime. En Spacetime is in mijn klas ontstaan. Ze leren zo verschrikkelijk veel over samenwerking, over geschiedenis, maar bovenal over de beleving. Denk ik, als je over 20 jaar terugkijkt op je basisschooltijd, dan zijn dat de momenten die je herinnert, maar zijn dat ook de momenten waarop je het meeste geleerd hebt. Ik ben Hans-Jorg Arends, ik werk bij Naturalis als educatief ontwikkelaar en ik ben nu bezig met een ontzettend leuk project, het Natuurlab. Mijn ultieme droom voor het Natuurlab is dat het dé tool wordt voor leerlingen om te leren over de biologie. En dan vooral dat het hen onderzoekend en wetenschapswijs maakt. Dus dat ze, als ze iets zien in de natuur, niet zomaar aannemen wat het is, maar echt vragen gaan stellen en dat ze zo door blijven leren. Hallo, ik ben Jan Plooi. Ik ben procesbegeleider voor SSPOH en ik begeleid voor hen het proces niet stapelen, maar vervangen. De toegevoegde waarde van niet stapelen, maar vervangen is dat wij als culturele instelling beter aansluiten bij de vraag van het onderwijs. Dus dat wat wij aanbieden ook echt iets is waar de school op zit te wachten. Ik ben Iris Brands, ik werk bij het Erfgoedhuis Zuid-Holland in Delft. Ik ben Annemarie Hogevorst, ik werk voor Kunstgebouw als projectleider, onder meer van de digitale scheurkalender Burgerschap. De digitale scheurkalender is een prachtig instrument om in je lessen te gebruiken om burgerschap vorm te geven. Kunst raakt je eerst in je hart, of het doet iets met je. En als je bij leerlingen hier zit, dan zit je meteen bij de kern. Ik ben Willemijn Zwart, ik ben educatief ontwerper en projectleider van Expeditie Vrijheid. In principe heeft Expeditie Vrijheid alles in zich, waardoor je de hele methode aan de kant kan leggen. En dat is daar de kracht van. Ik merk dat de kinderen dit project erg leuk vinden, dat ze echt ook er zin in hebben als ze zien dat het op de planning staat. En dus zelfs als we weer de normale methode aanbieden, dat ze dan zoiets hebben van, oh, kan het niet ook op de manier zoals Expeditie Vrijheid?